Dag meloten, gelukkig wordt mij niet het zwijgen opgelegd en kan ik het gewoon over de derde aflevering van De Mol hebben. In deze video bespreken we de hints en theorieën die jullie kijkers zijn opgevallen uit de derde aflevering. Zo moeten we het natuurlijk gewoon weer over de quote hebben die we gezien hebben, want die leidt al 3 keer op rij naar dezelfde kandidaat. Kijken we natuurlijk naar waar De Mol het beste kon mollen tijdens de eerste opdracht. Ja, en wellicht horen we gelijk al een hint naar het beroep van De Mol aan het begin van de derde aflevering. Dat en nog veel meer, laten we snel gaan beginnen. Dubbel zo moeilijk. Want niet alleen De Mol speelt dit keer dubbel spel. Philippe is dus niet De Mol en we gaan met 7 kandidaten door naar de volgende aflevering. Allereerst maar eens even wat we in het begin van de aflevering zien en maar vooral horen. Ja, we krijgen namelijk wat beelden te zien van de Italiaanse maffia. En we zien de handlanger van Don Salvatore in beeld. Hij zegt dat hij de kandidaten gespot heeft. En op de achtergrond horen we dan dit geluidsfragment. Devo andare, capo. Ja, kortom, we horen hier dus een ambulance. En het kan dus zomaar eens naar De Mol verwijzen. Op dit moment zijn er nog 2 verpleegkundigen in het spel. Dat zijn Stephanie en Coco. Dus wellicht een hint naar een van deze 2 kandidaten. Ja, ook zagen we weer een quote voorbij komen in deze aflevering. En voor de 3e keer op rij slaat de quote op Charlotte. Ja, in de eerste aflevering ging het nog over de achternaam van Charlotte. De 2e aflevering had te maken met de rijstijl van Charlotte in de auto. Ja, en nu dus weer een uitspraak van Charlotte. De 3e keer op rij dus. Maar gaan deze quotes ons ook naar De Mol leiden? Dat is nog even de vraag. We gaan door naar de eerste opdracht, de maffiapraktijken. In totaal kon er 4000 euro verdiend worden tijdens deze opdracht. Dat werd helaas maar 1000. En er waren 3 verschillende locaties waar je kon zijn als kandidaat. Je kon bij de dispatch, bij dit interventieteam of bij de detectives aanschuiven. Wederom is natuurlijk de vraag, waar wil je zitten als mol? Waar kan je het beste mollen? Ja, ik vond dat zelf ook best wel een lastige vraag en daarom heb ik het even aan jullie op Instagram gevraagd. Ja, 50% van de kijkers die geeft aan dat je het beste kan mollen bij de geldtassen zoeken. Oftewel de positie waar Bernard en Coco stonden. Als 1 na beste plek wordt de positie van Senne en Charlotte aangeduid bij die ringtones. Dat betekent dus dat De Mol het minst graag bij de groep van 4 zou willen zitten. En dat ben ik enigszins wel met jullie eens. Want ik denk dat je in die groep van 4 elke keer tegen het feit aanloopt dat er nog een plan B is om die opdracht alsnog juist te laten verlopen. Ik denk dat daar lastig te mollen valt. En daarom is het ook eventjes handig om te kijken naar wat de rolverdeling is tijdens deze opdracht en wie komt er dan in welke positie terecht. Nou, tijdens de rolverdeling zegt Coco eigenlijk gelijk bij het interventieteam te willen. En Bernard lijkt haar daarin te volgen. Tot slot zegt Senne tegen Charlotte dat ze samen naar de dispatch willen. En Charlotte antwoordt hier ja op. Dus zo zijn eigenlijk de 2 posities waar het best gemold kan worden al vergeven. En blijven de overige 4 kandidaten dus gewoon over in die laatste groep. Nou, laten we eerst even de rollen van dispatch en interventie doornemen en dan gaan we het daarna nog even over die detectives hebben. Allereerst maar eens even de eerste gelddropping. Senne geeft eigenlijk al gelijk de juiste ringtoon aan. Die moet Italiaans zijn. En vervolgens gaan Bernard en Coco dus naar de juiste locatie toe. Tenminste, dat denken ze. Coco is best wel langzaam, misselijk en snel moe. En Bernard heeft een heel slecht richtingsgevoel en daardoor lopen ze ook best wel vaak verkeerd. Uiteindelijk komen deze 2 ook bij de verkeerde locatie uit. Ja, deze 1000 euro die niet verdiend is, wordt wel echt aan Bernard en Coco toegewezen. Dan de 2e dropping. De juiste locatie is de plek waar Bernard en Coco zojuist vandaan kwamen. En Bernard zegt dat ze het beste met windrichtingen kunnen werken. Die staan namelijk ook op de kaart van het dorp aangegeven. Ja, Coco oppert dan nog om naar de stand van de zon te kijken. Daar is Bernard het niet helemaal mee eens. Die wil het liever gewoon aan mensen in het dorp vragen. Ja, Senne en Charlotte die maken een fout door de verkeerde ringtoon door te geven. Daardoor krijgen Bernard en Coco dus ook de verkeerde locatie door. Foute ringtoon is eigenlijk een voorzetje van Charlotte en Senne gaat eigenlijk mee in de fout van Charlotte en later komen ze samen dan ook wel achter dat de tekst inderdaad gewoon in het Engels was. Kortom, ook de 2e dropping mislukt hierdoor. Dan de 3e dropping. We merken op dat Charlotte wel vaker al de ringtones aan het meeneurien is. Dat maakt het wel een stukje makkelijker. De 1e en 2e ringtoon die blijken onjuist en die worden dus ook terecht weggedrukt en de 3e is wel juist. En hierdoor vinden Coco en Bernard ook de 1e geldzak en die levert dus 1000 euro op. Dan hebben we nog een 4e dropping. Charlotte geeft de juiste ringtoon wel door,
Maar ja, Bernard stuurt wederom Coco en zichzelf de verkeerde kant op. Hierdoor zijn ze de weg kwijt en komen ze te laat bij de laatste geldzak aan. Dan moeten we nog even naar de overige vier kandidaten kijken. Die krijgen een aparte opdracht. Want die kunnen namelijk ervoor zorgen dat de inzet, die 1000 euro dus ook daadwerkelijk verdiend gaat worden. Daarvoor moeten ze de juiste mafioso eruit pakken. En daarvoor krijgen ze drie kenmerken die ze dus moeten verzamelen. Allereerst moeten er tatoeages getekend worden om erachter te komen of de mafiosi die ze zoeken een tatoeage heeft of niet. Stephanie en Philippe tekenen 5 voorwerpen en Lynn en Michael moeten vervolgens raden wat ze getekend hebben. Ja, de tekenkunst van Philippe die blijkt nog wel tegen te vallen. Hij moet namelijk een arend tekenen, dat lijkt er niet helemaal op. Vervolgens is plan B om zelf een tatoeage met het juiste antwoord te nemen en Stephanie die ziet dat wel zitten, waardoor ze alsnog dus het goede antwoord ontvangen. Ja, vervolgens willen ze de lengte van de crimineel ontvangen en daarvoor moeten ze handgebaren en lichaamstaal onder de knie krijgen. Ze moeten het juiste handgebaar voor een geheime afspraak zien te vinden tussen 7 overige ongepaste handgebaren. Wel slim van Michael om Lynn om op straat de handgebaren voor te doen aan bewoners. Hierdoor komen ze achter het juiste handgebaar en dat levert ze de juiste lengte van de crimineel op, 1,66 meter. Tot slot is er dan nog een opdracht bij de kapper. Michael en Philippe gaan deze opdracht uitvoeren. Deze twee kandidaten worden geknipt en worden even lekker in de watten gelegd. En ondertussen veranderen er 5 voorwerpen om hem heen. Zo wordt de haardroger veranderd, de map, de kalender, het halsbandje van de hond en zelfs de kleding van de kapper. Ja, 4 van de 5 voorwerpen worden juist geraden, alleen de kleding van de kapper wordt over het hoofd gezien. Hierdoor mislukt dus deze opdracht, maar ze hebben wederom weer een plan B om het alsnog te laten slagen. En dat is door de code achterop het hoofd van een van de kandidaten te graveren. Weliswaar met een tondeuze, maar Philippe stemt hiermee in. Hierdoor krijgen ze een pincode van een telefoon en dan horen ze ook de stem van de crimineel die ze zoeken. Ja, vervolgens aan het einde van de opdracht zien ze een line-up met 5 mogelijke verdachten. En door dus alle juiste informatie komen ze ook bij de juiste crimineel terecht. Ja, hierdoor wordt er dus 1000 euro verzilverd en wordt er dus ook 1000 euro verdiend bij deze opdracht. Ja, nog een opvallend dingetje is aan het begin van deze eerste opdracht. Bij de uitleg horen we namelijk de Wilhelm Scream. Dat is dit geluidsfragment. Ja, het geluid is te horen terwijl er wordt uitgelegd wat de rol van detectives inhoudt bij deze opdracht. Maar alleen als ze op het einde van de dag en na grondig detectievenwerk ook de juiste mafioso uit een line-up kunnen halen. En het gekke is, deze scream hebben we ook al in de eerste aflevering en de tweede aflevering gehoord. Bij de eerste aflevering is hij te horen onder de duik van Stephanie bij de boot. Ze wachten nog op Stephanie, die als laatste gaat duiken. En bij de tweede opdracht wanneer Senne dat slotje aansteekt terwijl hij gevangen zit. Ja, wat de screams met elkaar te maken hebben, dat weet ik op dit moment nog niet zo goed. Als jij een mogelijke theorie hierover hebt, laat het even weten in de comments onder deze video. Wel is het opmerkelijk, want dit soort screams worden wel eens vaker gebruikt bij films en series. Dus er kan mogelijk wel eens een hint in zitten. Laten we doorgaan naar de tweede opdracht, de zwijgplicht, waar 4000 euro te verdienen viel. Er werd 3000 euro verdiend en het begint eigenlijk allemaal met een briefing van de mol. Ja, ook wel opvallend is dat de mol in het begin van deze briefing aangeeft dat hij wel vertrouwd wordt door een groot gedeelte van de groep. Ja, dan zit ik al heel snel aan een of een Senne te denken of een Stephanie die wel lekker in de groep ligt. Ook nog wel het idee dat Lynn vertrouwd wordt in deze groep. Ja, dus wellicht kan dit op een van deze 3 kandidaten slaan. Maar nog belangrijker voor deze opdracht is dat 4 kandidaten het zwijgen opgelegd wordt. Ze mogen 2 uur lang niet praten en daardoor kunnen ze 500 euro per kandidaat verdienen. Ja, de mol duidt Coco, Charlotte, Michael en Bernard aan. En natuurlijk is dan de vraag, legt de mol zichzelf het zwijgen op? Ja, dat betekent wel dat je individueel dus 500 euro kan verliezen of verdienen. Dus in dat opzicht heb je zeggenschap over 500 euro meer of minder. Dus dat zou op zich dan wel positief zijn. Al zit ik wel even naar de namen van de kandidaten kijken. En dan denk ik dat het ook wel een hele slimme keuze was om deze kandidaten te kiezen. Volgens mij wil Coco sowieso overal wel commentaar opleveren. Net zoals Charlotte en Michael. Dat zijn ook wel echte flapbuiten. Ik had het overigens ook
ook niet gek gevonden als Stephanie bij deze groep had gezeten in plaats van Bernard bijvoorbeeld. Maar ja, ik weet eigenlijk niet. Zou de mol zichzelf het zwijgen op hebben gelegd of niet? Laat het even weten hoe jij erover denkt in de comments onder deze video. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, naast dat deze vier kandidaten moeten zwijgen, zijn er ook nog deelopdrachten die uitgevoerd moeten worden. Allereerst de opdracht van Coco. Coco moet Philippe meenemen en Philippe moet 75,4 kilo wegen op de weegschaal. Hij kan dit gewicht een beetje bepalen door kleding aan of uit te trekken. En de opdracht lukt, dus 500 euro wordt verdiend. Dan de opdracht van Michael. Hij moet Lin 2 songteksten van kinderliedjes laten zingen, maar dan door elkaar heen. De nummers Een klein stationnetje en Op een grote paddenstoel. De opdracht lukt en 500 euro wordt verdiend hierdoor. En uit enthousiasme praat op een gegeven moment Michael, waardoor zijn 500 euro niet meer verdiend wordt. Dan is er nog een laatste duo-opdracht en de inzet van 500 wordt 1000 euro. De kandidaten moeten baantjes trekken en één keer heen en één keer terug. Maar de kandidaat die daarna gaat, moet sneller zijn dan zijn voorganger. Ja, de opdracht slaagt hierdoor en 1000 euro wordt verdiend. Terwijl de kandidaten aan het zwemmen zijn, geeft Charlotte per ongeluk een aanwijzing, waardoor dus ook haar 500 euro verdwijnt. Ja, door al de deelopdrachten die juist zijn gegaan, wordt er dus 2000 euro voor de pot verdiend. En Bernard en Coco hebben niet gesproken, dus in totaal wordt de opbrengst van deze opdracht 3000 euro. Tot slot kijken we naar de derde opdracht uit deze aflevering, het pasta duel, waar de 1400 euro inzet verdubbeld wordt door de verdubbelaar. En dus is er 2800 euro te verdienen. Ik vond het een beetje een rare zet van Lind. Waarom zet je dan bij deze opdracht dan juist wel de verdubbelaar in? Is het dan haast alsof je weet van hierna gaat geen opdracht meer komen en moet ik die rol doorgeven, dus dan zet ik hem maar gewoon in? Maar ja, dat had ook gewoon een goede molactie kunnen zijn van Lind. Maar fijn, er wordt 0 euro verdiend bij deze opdracht en dat komt eigenlijk door een foute keuze. In een van de twee AP's zit namelijk een bom verstopt en die zit bij de kandidaat die het pasta duel verliest. Ook hier is weer de vraag, wil de mol graag in een van deze twee AP's zitten of liever in de BMW om later de keuze te kunnen maken? Ik denk dat laatste, eerlijk gezegd, zou ik ook wat eerlijker vinden, want de mol kan misschien wel gewoon pastasoorten uit zijn hoofd leren. Zou ik een beetje oneerlijk vinden eigenlijk. Ik zou het ook als mol veel leuker vinden om de groep naar een bepaalde auto te sturen. Dus als ik een keuze zou moeten maken, zou ik zeggen dat de mol dus in de BMW heeft gezeten. Ook hier is het weer even goed om te kijken naar de rolverdeling van de kandidaten. Philippe wil namelijk gelijk in een van de AP's rijden en Charlotte wil wel met hem meerijden. En Michael geeft aan dat hij eigenlijk nog geen opdracht met Bernard samen heeft uitgevoerd en zo komen zij in die andere AP terecht. Nou, de pasta soorten die vliegen over en weer. In totaal wordt er inzet van 1400 euro verdiend door 14 juiste antwoorden. Ik denk persoonlijk zelf dat ik niet zo ver was geraakt. Ik ken niet zo heel veel pasta soorten als ik eerlijk ben. Zo zijn Michael en Bernard dus de winnaar van dit pasta duel, maar dan moeten ze de anderen nog wel overtuigen. Er staat dus een inzet van 2800 euro op het spel, maar dat is niet alles. Ook negatieve pasvragen kleven aan de kandidaten. Charlotte en Philippe kunnen namelijk zo'n negatieve pasvraag krijgen. Dan krijg je dus dat een goed antwoord op de test fout wordt gerekend. Maar als zij er nou niet uit worden gekozen, dan krijgen de overige 6 kandidaten zo'n negatieve pasvraag. En dus is het vooral even goed om te kijken hoe die discussie nou op gang komt. Wie zorgt er nou voor dat de onjuiste AP wordt gekozen? Nou, wat vooral opvalt is dat Lin eigenlijk het gesprek aan het sturen is. Charlotte komt zeer overtuigend over, terwijl Bernard wat zenuwachtig overkomt. En wat opvallend is, is dat Stephanie vooral met Lin aan het meepraten is en dat Senne vooral heel stil blijft op de achtergrond. Ja, Coco zit helemaal in haar eigen rol. Stop! Maar ja, waar komen de vragen? Ze liegen toch allemaal. En vervolgens wordt dus de foutieve inschatting gemaakt, waardoor 0 euro wordt verdiend bij deze opdracht en de overige 6 kandidaten dus strafpunt of negatieve pasvraag ontvangen. Ja, dat waren de opdrachten en bij de test en eliminatie zien we nog dat de rol van verdubbelaarbewaarder van Lin naar Charlotte gaat. Snap ik ergens wel, omdat Charlotte natuurlijk geen negatieve pasvraag had, net zoals Philippe. Maar ja, Philippe ligt dus wel uit het spel. En kijk ook even mee naar dit overzichtje, want dat is ook wel opvallend. Je ziet dus de kandidaten hier staan en de linker 3 zijn al afgevallen. Zou dat betekenen dat Lin en Michael in dit overzichtje ook nog af gaan vallen? Of is het nog te vroeg om hier al een soort van patroon in te ontdekken? Mijn hoofdverdachte is nog altijd Stephanie op dit moment, gevolgd door Senne en Charlotte op een derde plek. Maar hoe zit dat bij jou? Wie is jouw mol? Stem even mee
via de poll in de beschrijving van deze video. En dan wil ik je bedanken voor het kijken naar deze video. Volgende week ben ik er gewoon weer met een nieuwe Hintentheorieën video. En aankomende donderdag een nieuwe podcast. Wil je dat niet missen? Abonneer op dit kanaal. En graag tot volgende week bij een nieuwe video. Doei doei!